Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een hoesje om een krukje heen haken, zoals je de foto's hebt gezien. Het is echt een heel leuk krukje. Ik zal dadelijk hier onder de video zeggen waar het label vandaan komt en ik vertel even wat je nodig hebt. Maar even wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Ja, ik heb zoveel nieuwe abonnees en het is ook zo leuk als je hier op het knopje van een duimpje klikt. Dan kan ik ook zien of jullie de video's leuk vinden of deze video. En abonneren kan je op de einde van de video op de foto klikken en dan ben je geabonneerd. Iedere keer als ik een video upload, dan krijg je de nieuwste steken te zien of een nieuwe, ja, iets nieuws. Je hebt nodig voor het krukje te maken de tweed van de Zeeman en het is echt lekker, ja, toch hele stevige wol, maar het is ook mooi om een krukje te bekleden. En dit bolletje is over van het krukje, dus je hebt wel twee bolletjes nodig. Ja, eigenlijk één bolletje en een beetje. Ik kan natuurlijk ook met twee kleuren werken, dat je, ja, nog wat restantjes opmaakt. Maar dat is wat je nodig hebt. Dus twee bolletjes tweed van de Zeeman. Het label, ja, daar krijg je de link van te zien. Een schaartje. Een stopnaaldje en ik heb haaknaald nummer 6, maar haak je nou een beetje los, dan pak je haaknaald nummer 5 en dan gaan we beginnen. We beginnen met het maken van een magische ring. Je houdt het uiteinde van je bolletje wol onder je pink en je houdt met je duim even vast en dan draai je je draad en schuim omheen en je houdt het met je pink zo vast. Pak je haaknaald en je gaat er onderdoor en je haalt je draad op. Dan draai je je haaknaald, want je hebt nog een keer deze draad nodig, deze die bij je pink zit. Daar moet je een beetje mee oefenen hoor, want dan laat je de ring los en dan trek je je draad door de lus. Dan doe je nog 3 lossen. 1, 2, 3. Kijk, dit telt mee als je eerste stokje en dit is je magische ring, die kan je zo aantrekken aan het koordje. Maar hier moet je dus nog 11 stokjes overmaken. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Je kan gewoon lekker losjes werken hoor. Dit ga je 11 keer doen, want je begin 3 lossen tellen mee als eerste stokje. Trek je af en toe aan je koordje. Oh, niet te veel, want anders kan je niet meer je stokjes erin zetten. Deze telt mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dan trek je nog een keer aan het koordje, kijk, en dan zie je dat de magische ring sluit. Goed trekken. Dan gaan we de toer sluiten. Hier bovenin, waar we die los hebben gezet, ja, ik steek altijd gewoon hierin, net zo makkelijk. Je haalt je draad op en je gaat door 2. Dan ga je 3 lossen. Dit telt weer mee als eerste stokje. Maar dan ga je om dit eerste stokje van de vorige toer gaan we een dubbel stokje zetten. 2 keer omslaan en dan pakken we hem op als relief stokje. Dus je gaat met je gaat 2 keer omslaan, 2 keer omslaan. Je gaat met je haaknaald achter het stokje door. Je haalt je draad op en je trekt hem door 1. Dan omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan ga je weer een stokje zetten, maar die zet je hier dus op ditzelfde stokje. We gaan het meer oefenen hoor. Kijk, dan heb je ook de meerdering van je rondje.
Dan gaan we weer twee keer omslaan. Dan pakken we het volgende stokje, die pak je op en daar ga je een dubbel stokje op zetten als relief stokje. Dan één keer omslaan en je gaat in diezelfde steek van de vorige toer, daar ga je gewoon een stokje zetten, dus eigenlijk erachter, achter die dubbele stokje. Dan twee keer omslaan en dan ga je in de volgende ga je weer een relief stokje maken, een dubbel relief stokje. Dus je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2 en dan ga je daarachter weer een gewoon stokje zetten in hetzelfde stokje. Kijk, en dan heb je ook je meerdering te pakken en dan ga je van 12 stokjes ga je naar 24 stokjes en op het eind van de toer hier dan zie ik je weer terug. We zijn nu bijna op het einde van de tweede toer, dus de eerste toer was 12 stokjes, de tweede toer is een dubbel stokje en een gewoon stokje in één steek, dus je pakt eerst een relief stokje, een dubbel stokje en dan één steek en dan ga je zo die 12 af en dan kom je op 24 uit. En nu zijn we bij de laatste en die pakken we ook nog even als dubbel relief stokje. En dan zetten we weer een stokje op. En dan moet je echt die steek, die moet je gewoon even daarachter pakken. Dat is het dezelfde steek. Dan sluiten we de toer weer. Ja, ik ga altijd gewoon hierin omslaan en door 2. Goed aantrekken en dan is dit al het bovenkantje van je krukje. Dit is toer 1, dit is toer 2 en nu gaan we naar toer 3. Dan pakken we weer 3 lossen, 1, 2, 3. Dan gaan we weer meerdere met 2 keer omslaan. Nou pakken we het relief stokje op en dan gaan we een dubbel relief stokje weer opmaken. Daarachter zetten we weer een gewoon stokje, dus in diezelfde steek daar zetten we een gewoon stokje en nu gaan we op een gewoon stokje hier de volgende een gewoon stokje maken en dan komen we aan hier weer bij het relief stokje en dan gaan we weer een dubbel relief stokje opmaken, dus we gaan weer achterlangs achter deze steek. We slaan om, we halen door, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan nog één stokje hierachter in dezelfde steek. Dus je gaat nu ook weer gewoon meerdere, zodat je ook echt een mooi rondje krijgt en dat je de relief stokjes boven elkaar krijgt. En dan gaan we in de volgende steek een gewoon stokje maken. Twee keer omslaan en dan gaan we nu weer om dit relief stokje een dubbel relief stokje maken, dan weer één stokje om te meerderen en weer een gewoon stokje en dan weer twee keer omslaan. Even garen pakken. Twee keer omslaan en op het relief stokje zet je weer een dubbel relief stokje en daarachter zet je weer een gewoon stokje. Twee keer omslaan. Sorry, ik moet nog één stokje doen, want je mag alleen maar, je gaat meerdere op die relief stokjes, dus hier moet nog gewoon één stokje, dit is een gewoon stokje en weer een gewoon of een relief stokje en weer een gewoon stokje op hetzelfde stokje en weer één gewoon stokje en weer een relief stokje
op het reliëfstokje en weer een gewoon stokje. En weer een gewoon stokje. En weer een dubbel relief stokje. En weer een gewoon stokje op hetzelfde stokje. Dat is in het begin even lastig hoor, dan moet je eventjes zoeken achter het dubbele stokje. Dat is je meerdering. Zie je hoe mooi dan, ik zal even de camera veranderen, het rondje wordt. En zo maak je de hele toer af en zijn we hier weer, hier, dan zie ik je weer terug. En we zijn nu op het einde van de, even kijken hoor, 1, 2, 3 toer. En nu gaan we nog één stokje hier zetten. Kijken, het was een dubbel stokje, een stokje op hetzelfde stokje en een stokje tussen. En dan gaan we nu de toer sluiten. Zie je hoe mooi die ribbels worden van het krukje, of tenminste van het rondje. Dan weer drie losse. En dan gaan we weer een gewoon. Even kijken, hier gaan we eerst een dubbel stokje maken. Op hetzelfde stokje, op het voorgaande stokje, dan weer een gewoon stokje op hetzelfde stokje. Dus dit is de meerdering. Dan ga je weer een gewoon stokje maken, want dit was een gewoon stokje de voorgaande. Dan gaan we hier ook nog een gewoon stokje opzetten. En dan op deze weer, op het relief stokje, twee keer omslaan. Ophalen, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Hier weer één stokje op hetzelfde stokje. En dan gaan we, hier zitten dus drie stokjes tussen. Dus we gaan nu nog, kijk, dit is 1, 2, het derde stokje. Dus we gaan nu nog twee stokjes maken. Dan weer een dubbel stokje op het relief stokje. Dus het wijst zichzelf. Zo kan je ook gewoon rondjes maken. Hoeft niet altijd een krukje te zijn, maar dan weer één stokje op hetzelfde stokje. Dit is je meerdering. Zie je, dan loopt dit mooi door. Dan nog een twee gewone stokjes. 1. 2. Ik zit hier een draadje van mijn begindraad mee te haken, dus ik moet heel even uithalen. En weer een dubbel relief stokje. En daar weer een stokje. Op. En dan weer twee stokjes. 1. 2. Dan weer een relief stokje. En op ditzelfde steek, daar zet je een gewoon stokje. Dan weer twee stokjes, dan weer een relief stokje met hetzelfde stokje, dat is je meerdering. En zo ga je het hele rondje af. En op het eind hier, dan zie ik je weer terug. We zijn nu bijna op het einde van de toer. Met een dubbel stokje, een gewoon stokje. Zie je waar ik insteek? Omslaan. En je duwt een beetje hier, dat je hier die steek ziet. Dat is dezelfde steek. Zie je? Ik pak hem eventjes zo, van deze kant op.
Maar dit is dus, dat is om uit te leggen, hè? Dus dat je toch hier die twee lusjes hebt. Omslaan, doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan heb je gewoon dezelfde steek te pakken. Dan nog 2 stokjes. En we sluiten de toer weer. En zo meerder je elke keer zo 12 steken, doordat je elke keer in dit reliëfstokje, daar zet je nog een stokje bij. En dan ga je door totdat je de gewenste diameter hebt van je krukje. En daarna dan zie ik je weer terug en dan leg ik uit wat je moet doen. Als je de gewenste diameter hebt, dan moet je dus de zijkanten van het krukje gaan haken en dan begin je weer met 3 lossen. Je hoeft niet meer te meerderen, dus je blijft wel je dubbele stokjes aanhouden, maar je gaat daar niet nog een stokje op zetten, dus je hoeft niet meer te meerderen. Dus je maakt een omslag van 2, je pakt je dubbele stokje op. En nu ga je weer gewoon verder, niet in deze steek meer een stokje zetten, maar in de volgende steek zet je dus, kijk niet meer in deze, maar in de volgende steek, daar ga je een gewoon stokje zetten. En dan blijf je weer gewoon doorhaken, tot je weer een ribbelsteek ziet, een dubbele ribbel. En dan zie je hier, zie je? En dan sla je 2 keer om en dan ga je dit als relief stokje pakken, als dubbel relief stokje, en dan doe je de volgende steek weer, dat is deze steek, daar zet je weer een gewoon stokje op. En dan meerder je niet meer, dan blijft het aantal steken gelijk. Je hoeft pas actie te ondernemen nu als je dus een ribbel ziet, omslaan en de volgende is weer een stokje. Het wijst gewoon zichzelf en dan ga je gewoon echt weer de rand krijgen van het krukje, zodat die om het krukje heen gaat vallen. Ik zie je weer terug op het einde van de toer van de rechterrand. We zijn op het einde van de toer met een gelijke aantal steken, dus dat je echt aan de zijkant van je krukje bent. Kijk, en dan zie je ook, het gaat ook een beetje bollen, zie je? Maar ja, jullie hebben natuurlijk nog een hoger zijkantje, dus je kan gewoon het aantal toeren gelijk houden. En ik ga nu uitleggen dat je de toer gaat minderen, dus als je om het krukje heen gaat, dat je dan weer minder steken nodig hebt. Je begint gewoon met 3 lossen. Je vervolgt wel je steken, dus je pakt weer het meteen in het begin je relief stokje op. Dan pak je weer de volgende steken, gewoon een stokje op een stokje. En nu moet je dus gaan minderen en dan ga je door tot deze steek, de steek voor het relief stokje. Dus je maakt nog gewone stokjes en nu zijn we in deze steek voor het relief stokje en die gaan we niet afmaken, dit stokje. Dus ik ga nog even opnieuw, je slaat om, je steekt in en je haalt je draad door en je slaat om door 2, zodat je nog 2 lussen op je haaknaald hebt. Dit stokje, daar ga je mee samen haken, maar dan gaan we naar het relief stokje. Dus je slaat 2 keer om, we pakken de ribbel op, je slaat om en je haalt door, omslaan door 2, omslaan door 2 en deze, dus dan pak je dit stokje mee. Je slaat om en je haalt door 3.
dan heb je hem kleiner gemaakt, dus je hebt geminderd. Dan ga je weer gewoon stokje op een stokje maken, stokje op een stokje maken, een stokje op het volgende stokje maken en dan ga je door tot de ribbel. En ik zie dat ik hier al een stokje op heb gezet, maar dat is niet goed. We gaan hem even uithalen. We gaan nu een omslaan en we gaan nu insteken en we halen de draad door en we gaan omslaan door 2 en we laten 2 lussen op de haaknaald staan. Dan gaan we 2 keer omslaan en dan pakken we de ribbel, omslaan en doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2 en nu gaan we omslaan en dan minderen we zeg maar 1 steek, omslaan door 3 en dan heb je 1 stokje geminderd en zo kom je om het krukje heen, dus zo krijg je ook gewoon een mooie boog. Kijk, bij jullie is de diameter groter en de zijkant groter, maar ik leg nu uit hoe je moet minderen. We gaan nog een keer nu uitleggen, dus een stokje op een stokje, een stokje op een stokje, een stokje op een stokje, een stokje op een stokje. En dit is de laatste voor de ribbel, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, je laat er 2 op je haaknaald staan, dan sla je 2 keer om, want je gaat naar de ribbel, je gaat insteken, omslaan, doorhalen, nog een keer omslaan door 2, omslaan door 2 en nu omslaan door 3 en je hebt weer geminderd. En zo maak je het hele krukje af tot je helemaal rond het krukje bent en dan kan je nog de laatste toer, als je nog moet minderen om het krukje heen te komen, kan je nog elastiek mee haken. Ik had het niet bij de hand, ik heb het ook niet in huis, maar ik leg het eventjes uit zodat je altijd nog elastiek mee kan haken, is misschien handig. Dit krukje is gewoon vastgezet met een stopnaald en flink draad en gewoon goed vastzetten zoals het op de foto is en ik zou zeggen graag duimpjes omhoog, abonneer hieronder, klik op mijn foto en bedankt voor het kijken en tot de volgende video.